Rotterdam-Zuid en het havengebied vind ik een van de meest interessante gebieden ter wereld. Maar je komt er niet zo snel. Het is best ver weg van het Rotterdam-Rotterdam. Het is het cliché van hoe Rotterdam met de lucht zo grijs of zo goudkleurig als die maar kan zijn, hardwerkend aan iets bezig is wat noest is en zichzelf uit de klei trekt en noem maar op. RDM is een van de allergrootste werven geweest tot in de jaren 50-60 van Nederland. Wat ik weet is dat het een hele actieve werf is geweest met duizenden mensen die er tegelijk aan de gang waren. Een enorme bedrijvigheid, maar het paste echt helemaal in het grote Rotterdamse beeld van een wereldhaven in een stad die zichzelf op allerlei manieren aan het uitvinden was met een enorme economische power die geconcentreerd was in de haven. Op dat hele grote terrein, waar dus enorm veel schepen zijn gebouwd, is in 1932 een speciaal emplacement voor het bouwen van oorlogsschepen toegevoegd. Wel onder de onderzeebootloods. Die onderzeebootloods was voor het eerst in de werfgeschiedenis gesloten met een dak, omdat je van buiten, van bovenaf, ook niet mocht kunnen waarnemen wat daar werd gemaakt. Maar alleen het was een bijzaak, hè? Het was iets wat ze deden naast het gewoon ontwikkelen van de schepen van de hal en de grote liners die op New York voeren en noem maar op. Ja. Het was echt de plek waar je, wat je nu in de Aziatische hoofdsteden hebt, de plek waar je schepen liep bouwen. Sindsdien is het gebied langzamerhand in een transformatiefase gekomen met heel interessante vestigingen nu van de Hogeschool Rotterdam. En als je ziet wat Rotterdam daaraan potentieel heeft, hè, dus dit is dan ik denk een kilometertje of 5 uit het centrum, hè, het is hemelsbreed al heel ver. Maar ook weer niet zo. Hè. Met een bootje is het in 12 minuten te doen. Dus je ziet wat daar allemaal kan en hoe zich daar zeg maar, een nieuwe stad zou kunnen ontwikkelen. Nou, daar word je heel vrolijk van. Dat is een ontzettende uitdaging. We hebben Joep gevraagd om daar een hele grote installatie te realiseren. Een jaar geleden heeft hij een prachtige tentoonstelling gehad in Aken. Daar kon je zien dat daar ook zeg maar, zijn interieurwerk, zijn stoelen en dergelijke een rol in speelde. Hier zie je vooral de manier waarop hij de mens als een onderdeel ziet van een cyclus. De bezoeker die zal verrast worden, die zal af en toe op het verkeerde been gezet worden, die zal af en toe een beetje oncomfortabel voelen, maar zal ook af en toe ook kunnen lachen. Er zijn voornamelijk werken die gaan over het leven, dood, geboorte, sterven, voortplanting, liefde, beetje seks. Een van de onderdelen van de tentoonstelling is Cradle to Cradle. En dat betekent eigenlijk dat je op een bepaalde manier je goederen hergebruikt zonder ze eerst te vernietigen. In mijn geval heb ik het product dus het menselijk lichaam. Eigenlijk menselijk lichaam bekeken op een hele rationele, milieuvriendelijke manier. Het is een fascinerende fantasie die hij steeds meer in de praktijk brengt. Dus hij heeft hem vroeger heel erg getekend en bedacht en namen gegeven. En je ziet nu dat hij op basis daarvan zijn werk veel verder ontplooit en op allerlei manieren probeert om een geheel te maken waarin elk werk, elk onderdeel, elk soort van ding een eigen rol heeft en waarin de mensen meedraaien als een onderdeel van zo'n grotere machinerie om te zorgen dat het allemaal werkt en loopt. En dat is een vreemde fantasie, maar ook heel aanstekelijk. En hij werkt hem tot in het absurde door. Dus hij is er heel erg in verzeild geraakt en praat er ook op een manier over waardoor die er eigenlijk al lijkt te zijn. Voor mijn werk is eigenlijk zo dat alle werken afzonderlijk natuurlijk gemaakt worden, maar dat ze uiteindelijk weer in een serie passen. En die series die passen weer in een grotere serie en alles bij elkaar past het weer zeg maar, in een soort enorme saga. Het is natuurlijk toch wel heel raar als je ziet dat je op een bepaald moment als mens waarschijnlijk niet veel meer bent in de eeuwigheid
bekeken als dat wat je tot je neemt en wat je uitstoot. Filosofisch is het waar, maar kunnen we het aan? Dus het absurde zit eigenlijk in het feit dat het daarnet lijkt alsof wij ons hebben neergelegd bij een zeer ondergeschikte rol in een groter systeem dat we maar half kennen, maar dat Joep ons wil laten zien. We'll be right back.